Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. En daarvoor heb ik heel veel en goeie tomaten nodig. Paul? Hi, Loïc. Alles goed? Ja, prima. Zeg, hoeveel tomaten heb jij hier staan? Daar heb ik gele gezien, purperen, rode, kleintjes, groot, oranje. Ja. Hoeveel soorten heb jij hier zo? Goh, honderdduizenden planten en bijna evenveel soorten. Honderdduizenden planten? We hebben altijd heel veel ook nieuwe soorten in proef, omdat we altijd kijken van ja, wat zou in de toekomst misschien de best smakende tomaat kunnen zijn. Dus we proberen heel veel nieuwe variëteiten uit. Ja. Maar professioneel verkopen we voor de markt ongeveer 30 variëteiten. Ja. Ja. Daar staat mijn favoriete tomaat, ja? Een tomamuse. Dat is totaal anders. Ja, dat is totaal anders. Het ziet er een beetje uit als zo'n peerachtig ding. Ja, ja. Nu, dit zijn de eerste trossen van een teelt. Die zijn nog niet helemaal op de vorm zoals die moet zijn. Zo, de echt typische vorm is deze tomaat. Zo'n beetje een paprika-vormig, aardbei-vormige tomaat. Heeft ook een puntje. Kijk, heeft hier zo'n puntje. Ja. Mag ik die al opeten? Die mag je zeker opeten, absoluut. Ja. Heel bijzonder is, hij is niet uitgesproken alleen maar zoet. Hij heeft ook een heel rijk aroma. Hij is ook erg geapprecieerd door chefs, omdat hij heel smaakvast is en heel vormvast in warme bereidingen. Hij heeft heel veel tomaten, als je die in een ovenschotel of zoiets gebruikt, dat sap loopt eruit en je houdt niks meer over. Nog een velletje en dat is het. En deze tomaat heeft... Die blijft mooi vast. Ja, heeft goed een stevigheid behouden. En hoe komt het daarbij? Dus het is echt een huzarenwerk. Het duurt ongeveer 10 jaar om een nieuwe variëteit te ontwikkelen. Ja, 10 jaar. Dus als we vandaag beslissen van, goh, we willen denken dat dat de ideale tomaat is voor de toekomst, dan zal het ongeveer 10 jaar duren voor je daar bent. Mag ik zo een keer gaan rondzien voor variëteiten en een beetje met een eigen mix maken? We hebben plenty soorten, dus ik zou zeggen, ik geef jou een kistje, een schaartje en... Top. Ga maar je gang. Moet, ja, oké. Okay. Kijk hoe, daar gaan we. Wow, die zijn schoon. Hop. Bats. Bats. Oh, die zijn er ook nog schoon. Die zijn nog groen, maar die zijn wel rijp. Kijk. Wow. Zie dat, man. Peervormige, oranje. Wow. Maar je ziet dat, al die verschillende soorten. Dikke merci, Paul. Ik ga hier iets super lekker mee maken. Ik heb er veel goesting in. Ja. Ja, maar Luc, voor wat hoort wel natuurlijk. Hè. Je gaat met ons een heel rijkelijk bakje tomaten vertrekken, maar daar moet je toch ook nog iets voor doen. Dus ik zou denken, kom even met ons in de inpakafdeling. Ah, ja, dat is ook goed. Oké, dan ga ik dat doen. Hè. Ja. Waar is te doen? Terug helemaal naar terug naar dat, oké. Nee, hey, Loïc, je hebt dat goed gedaan. Ja, dank je, Paul. Maar het is even druk, jong. Ja, ja, maar kom, je shift zit erop. Ja? Andere mensen gaan het overnemen van je. Oké, is goed. Je hebt uw kistje tomaten verdiend. Zeg, laat dikke het smaken. Ja, ja. Vond het super fijn. Ja, ik vond het ook en ik ga er proberen iets super lekkers van te maken. Top.